majesteit de koning en hare majesteit de koningin. Tijdens de nationale herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle herinneringen daaraan komen samen tijdens de nationale herdenking. Zo dadelijk om 8:00 is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als eerste een krans bij het Nationaal Monument.